Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metamorfose podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon en deze keer spreek ik Tess Vliers. En Tess is spiritueel business visionair. De reden waarom ik haar heb uitgenodigd voor mijn podcast is omdat ik nog niet met iemand heb gesproken die spiritualiteit zo concreet toepast in haar business en haar businessmodel. We hebben het niet alleen hierover, we hebben het ook over natuurlijk in het algemeen, wat is spiritualiteit, hoe komt informatie bij haar binnen, wat is afstemmen, wat zijn downloads, etc. En we hebben het over de toestand in de wereld, hoe voel je die energie, hoe ga je daarmee om. We hebben het over human design, over de kids en over de liefde. En het is een superleuk gesprek geworden en ik wens je er heel veel plezier mee. Hey Tess Vliers uit Zeeland. Welkom in de Metamorfose podcast. En je bent eigenlijk de eerste of de tweede gast waarbij ik een online opname doe. En dat is omdat we respect houden met de reistijd in dit geval. Want jij komt helemaal uit Zeeland. Ja, klopt. Daar woon ik. Ik heb een tijdje ergens anders gewoond, maar ik ben weer teruggegaan naar de plek waar ik nooit meer zou wonen. En daar woon ik alweer 8 jaar. Ja, geweldig. Ja. Woon je dicht bij zee? 10 minuten. Met 10 minuten de auto rijden en dan ben je daar, ja. Wat fantastisch, joh. Hey Tess, jij bent, ik vind het superleuk dat je in mijn podcast bent. Je weet, ik heb jou verteld, hè, mijn seizoen 2 gaat over spiritualiteit. En ik dacht eigenlijk klaar te zijn met dat seizoen. En ik had jou al een tijdje, zoals we dat al zeggen, op de korrel. Ik volg jou. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja, je straalt altijd. Dus dat is super fijn als je naar jouw post kijkt. En ik luister af en toe naar je podcast. En jij bent spiritueel business visionair. En toen dacht ik, ja, die hoort nog even in seizoen 2. Die mag nog mee met het staartje. Ja, want ik vind het heel aansprekend. Ik heb nog niet eerder gesproken met iemand die spiritualiteit en business zo combineert of bij elkaar laat komen. Hoe ben je daar uiteindelijk op terechtgekomen? Ja, nou allereerst dankjewel dat ik in je podcast mag zijn. Dat vind ik heel leuk. Ik had ook heel veel zin in dit gesprek en fijn dat we het ook online kunnen doen. Ja. De vraag die jij stelt, hoe je hier terecht bent gekomen, is echt niet in 1 minuut te beantwoorden. Daar hebben we het in het voorgesprek ook al een klein beetje over gehad, hè? Maar waar ben je ooit begonnen? Ja, nou, ik ben ooit begonnen als orthopedagoog in de jeugdzorg. Heel ander vakgebied. Ik heb gewoon heel netjes alle opleidingen doorlopen die behoort te doorlopen. Ik heb universiteit afgerond op uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Niet omdat ik dat heel leuk vond. Aan het werk gegaan, doorgegroeid in mijn baan, tot ik uiteindelijk bijna in een soort van burn-out terechtkwam. En op het allerlaatste moment met een onder toezichtstelling, maar dat is het niet. Gelukkig. Maar dat ik echt nog met een regeling uit mijn baan kon vertrekken. Mm. En toen ben ik gestopt. En dat was eigenlijk echt voor mij het juiste moment om eerst een hele tijd te gaan voelen. Wat wil ik eigenlijk? Heb je de tijd niet gewerkt? Ja, ik had een tijd echt niet gewerkt. Ik was ook echt net moeder geworden. Kindje was, de oudste was toen net geboren. 3 maanden oud. Dus dat was voor mij ook perfect om even thuis te zijn. En serieus ook bij te komen. Want ik had gewoon echt eerst mijn reserves in te halen. Want ik was echt in het rood gaan staan met mijn energie. En te lang doorgegaan. En uiteindelijk kwam alles bij elkaar, Iris. Het was echt fantastisch. Want dat was ook de periode waarin we besloten om van Deventer, waar ik dus 10 jaar gewoond heb, terug te verhuizen naar Zeeland. Ik had niet langer een baan waarvoor ik hier hoefde te blijven. En ik was ook echt wel klaar met de jeugdzorg aan zich. De deur was niet helemaal dicht, maar ik dacht, ik geloof niet dat ik nog heel snel terug ga op de manier zoals ik de afgelopen 10 jaar hier gewerkt heb. En toen zijn we verhuisd. Wat maakte dat je de deur naar de jeugdzorg wilde sluiten? Nog niet helemaal, maar toch wel. Ja, nou gevoelsmatig was ik er echt klaar mee. Maar ik had ook zoiets van, ja, zeg nooit helemaal nooit. Want dan moet het wel echt onder hele andere voorwaarden zijn, waardoor ik er echt veel meer energie van krijg. Waardoor het veel meer op mijn manier mag gaan.
waardoor ik veel minder in een vakje en een keurslijf moest gaan zitten. Er waren superveel reorganisaties ook aan het eind, waardoor er heel veel dingen eigenlijk ontstonden waar ik niet meer achter kon staan, waar ik wel eindverantwoordelijk voor was als orthopedagoog. Ja. Ja, ik kon niet meer, ik kon mezelf gewoon ook niet meer in de spiegel aankijken en ik kon ook eerlijk gezegd niet zeggen dat ik het leuk vond. Nee, nou dan houdt het op. Was heel duidelijk. En het enige wat ik toen dacht was, ja, shit, ik weet wat ik niet wil, maar wat wil ik wel? Maar wat dan wel? Tess wist twee dingen zeker. Ze wilde de opleiding tot rouw- en verliestherapeut volgen en ze wilde nooit meer voor een baas werken. Tijdens deze opleiding maakt zij kennis met opstellingen. Ze ervaart dat zij allerlei emoties en gevoelens van anderen kan ervaren door een opstelling te doen, met behulp van het innemen van diverse posities of door in de energie van een ander te stappen. Als je nou denkt, wat is dat nou een opstelling, dan raad ik je aan om naar de laatste twee afleveringen te luisteren van deze podcast, die ik had met Hielke Bonnema. Waarin Hielke heel veel vertelt over opstellingen. In ieder geval is het opstellingenwerk zo inspirerend voor Tess dat ze daar meer mee gaat doen. En dat ze leert dat ze in eerste instantie met behulp van fysiek ergens in te stappen of op te stappen. En later meer al vanuit juist het zijn dingen kan ervaren van anderen. Laten we teruggaan en luisteren naar wat Tess hier nog meer over heeft te zeggen. En ik weet nog dat ik dacht, oh, wat voel ik hier veel, weet je wel. Ik kon zeg maar naar iemand kijken en denken, ik haat jou. Terwijl ik dacht, ik haat jou eigenlijk helemaal niet. Maar als ik hierop sta, dan haat ik jou. Of weet je, of iets heel anders. Maar er kwamen hele intense gevoelens door. En toen keek ik om me heen en toen waren er dan ook een aantal mensen die studie volgden. Die echt een beetje doelloos op dat matje stonden. En echt iets hadden van, nou ja, ik weet niet wat jij voelt, maar ik voel het niet. Dat ik dacht, hè? Hoe kan ik nou zo sterk iets voelen en jij niet? Ja. Nou, dat was voor mij wel het begin dat ik dacht, oké, dit is een manier, een methode voor mij waar ik echt lekker op ga, die ik leuk vind. En dat was ook jouw eerste ervaring toen je dat deed, dat je zoveel doorkreeg of zoveel voelde? Ja, dat was de eerste keer dat ik bewust zoveel voelde. Mm-hmm. Want ik was altijd super geïnteresseerd in spiritualiteit. Als jong meisje al. Ik weet dat ik op mijn 14e of 15e een boek kocht over het zesde zintuig. En dat ik dat boek las en dat ik dacht, wat mooi dat mensen dit eigenlijk, dat sommige mensen dit kunnen. Ja. Maar ik niet, dacht ik toen al. Ja. Dat het bestaat ergens. Ja. Nou, ik was daar heel erg door gefascineerd. En ik geloofde ook echt, er is een wereld die wij niet kunnen zien. Maar om nou te zeggen dat ik zelf al concreet ervaringen of bewijs of wat dan ook echt had voor mezelf, had ik niet. Nee. Dit was in de opleiding wel echt een van de eerste keren dat ik echt zo sterk dingen bewust kon voelen bij anderen. Mm, bij anderen inderdaad, hè? Want het is in de opstellingen kun je ook opstellen voor iemand anders. Ja. Ja. Gaaf, dus dat inspireerde je om daar meer mee te gaan doen. Ja, ik ben daar toen mee gaan spelen. En ik ben toen ook gewoon voor mezelf begonnen. Ik heb mijn eigen praktijk daarin gestart. Dus als je vraagt waar ben je begonnen, ben ik met rouw- en verliesbegeleiding ben ik gestart. En ik ben daarmee gaan spelen. Ik ben daarnaast ook gewoon nog eens een manifester. Dus ik volg echt de ideeën die ik dan ineens voel. Dat is echt zo'n aandrang dat ik denk, daar heb ik iets mee te doen. En zo weet ik dat ik op een gegeven moment onder de douche stond en dacht, oh, maar als ik nou die opstellingen, als ik dat zo kan doen, dan kan ik dat misschien ook wel eens op afstand doen. Want ik zat in Zeeland en ik had inmiddels best wel wat mensen die niet uit Zeeland kwamen. En dat ik dacht, nou, hoe cool zou het zijn als ik gewoon een opstelling voor hen zou doen in mijn praktijk en ik zou het filmen en ik zou het opnemen, maar ze zouden er niet bij zijn. En dan wel fysiek, dus je bent wel op je placement gaan staan. Ik ben nog wel op mijn placement gaan staan, dat was de tussenstap, ja. By the way, je begon met, ik ben natuurlijk een manifester en ik weet wat dat is. Maar voor de mensen die dat niet weten, manifester is een van de energietypes bekend uit de human design. En daar kan je ook meer over luisteren, eerdere afleveringen van mijn podcast. Er zijn twee uitzendingen over human design en
Ook zeker aan te raden. Maar nu weer even terug naar jou. Ja, nee, heel goed dat je dat zegt. Want dat is niet dat yeah. iedereen duidelijk. Yeah. Op de stip gaan staan. Ja. Ik noem het altijd op de stip. We hadden het ook een keer tijdens een retreat. En dan moesten we op de stip staan. Ik wist ook werkelijk niet wat ik aan het doen was. En ik ging erop staan. Ik zal je vertellen. Wij moesten in chakras stappen. Oh, mooi. En ik dacht wel, ik heb altijd zo'n, wij noemen dat Doubting Thomas, hè? Dat komt, dat is een Bijbels verhaal, dat is door eentje die steeds alles ter discussie stelt. Mm-hmm. En die heb ik ook in mijn hoofd. Ja. En dan voor ik op zo'n stip ging staan, dacht ik, ja. Nou, oké, inderdaad, er stond dan ook een soort placemat inderdaad, met een woordje ja. erop. Ja. Nou, er gebeurde van alles. Ja. Waanzinnig. Ja. Mooi dat het zo werkt, hè? Tof, hè? En dat het voor jou ook een hele fijne ingang is om dus te voelen. Ja. Want daar kwam ik dus achter. Ook de tussenstap was inderdaad, ik ging dat uitproberen zonder mensen erbij. Ik nam het op en weet je, zoals wij dat nu ook doen. Jij met je headset, mm-hmm. dat ging ik dan doen. En ik ging vertellen wat ik voelde, op welke plekken, welke verschuivingen er mochten gebeuren. En daarna verstuurde ik het bestand naar de mensen die echt doelbewust proefkonijn wilden zijn. En ik dacht, oh my god, als dit echt maar... als ik maar geen bullshit gekletst heb of zo, weet je wel. Ja. En echt tranen met tuiten in de reacties. Dat ik dacht, wauw, dus dit kan gewoon. Dan had je wel een vraag, een concrete vraagstelling van een cliënt of van een klant. Of ik weet niet hoe jij je klanten noemt, maar... Ja. En dan ging je daarmee aan de slag in jouw opstelling? Ja, dat was één vraag, gewoon in één zin. En ze mochten dan één of twee kleuren placemats kiezen. Die ging ik neerleggen en ik ging zelf voelen. Vanaf toen begon het. Dus het begon met die vragen en het eindigde bij iets heel anders. Maar hele bijzondere ervaringen kwamen daardoor terug mijn inbox in. Die dus mij eigenlijk alleen maar de bevestiging gaven die ik op dat moment even moest horen. Van Tess, wat jij voelt klopt. Ja. En zo ben ik eigenlijk elke keer verder gegaan. Want daar kwam ook een punt dat ik dacht, ja, maar Tess, je hebt al die matjes niet meer nodig. Ik heb ze niet meer. Ik heb ze allemaal verkocht aan de mensen die dat heel leuk vinden om daar mee te werken. Het hoeft niet meer. Ik kan het gewoon voelen. Ik kan het voelen als we in de ruimte zijn samen, fysiek in de ruimte zijn. Mm-hmm. Ik kan het doen als mensen gewoon in een Zoom call zitten met mij. Ik kan het zelfs doen als ik ze niet zie. Als ik even afstem op iemand, als iemand een vraag heeft. Het kan altijd en overal. Ik heb het niet meer nodig. Maar dat was wel zeg maar de aanloop die ik nodig had om te ervaren dat wat ik voelde, dat het klopte. Ja, maar als je nu zegt ik kan het altijd en overal, betekent dat dan ook dat je altijd en overal aanstaat? Nee. Oké. Nee. Want dat lijkt me doodvermoeiend. Dat hou ik niet vol. Dat kan echt niet. Nee, dat doe ik ook echt alleen maar bij klanten. Ik ga ook niet bewust voelen bij anderen. Ik voel ook nu in het gesprek met jou, ga ik ook niet voelen, want dat is helemaal het doel van het gesprek niet. Precies. Dus ik kan dat wel echt aan en uitzetten. Ja, ja. En dan nog is het voor heel veel mensen een abstract iets wat we nu zeggen. Hè? Ja. En ik probeer altijd zoveel mogelijk naar een concrete vertaling. Hè? Ik heb inmiddels wat ervaring, dus ik kan het voor me zien. Maar wat gebeurt er precies? Ja, wat... Stap je in een energie? Zie je een naam? Zie je een gezicht? Voel je iets? Wat gebeurt er? Het heeft zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Als ik moet zeggen waar het begon, dan begon het met voelen. En ik denk dat heel veel mensen die jouw podcast luisteren dit wel kunnen herkennen. Dat je bijvoorbeeld een verjaardag binnenkomt en daar is net even wat vervelends gebeurd. En je stapt die kamer in en je denkt echt, wat is hier gebeurd? Yeah. Zo'n heel, een beetje buikpijngevoel dat. Ja. Yeah. Dat had ik als kind eigenlijk al heel snel. En ik denk dat heel veel mensen van ons... Dit stukje spiritualiteit, we hebben het ook allemaal. Daar geloof ik ook in. Dit is wat ik net zei toen ik als klein meisje dacht... Leuk dat zij dat kunnen, maar ik niet. Inmiddels weet ik, iedereen kan het. Mits je het wil. Ja. Zo begon het bij mij. Het begon heel erg bij voelen. Er zijn ook mensen die... die kunnen bijvoorbeeld sneller beelden zien... Of, jij zegt echt heel concreet. Dus ik ga het even op mezelf houden. Bij mij begon het met voelen. En in opstellingen kon ik zinnen of woorden horen. Die ik vervolgens doorgaf. Dus niet de gestudeerde zinnen en woorden die je in opleidingen leert in opstellingen. Maar er kwamen gewoon woorden en zinnen in mijn hoofd.
Yeah. Die ik dan ging delen, want ik moest het natuurlijk wel checken. Ik was ook zo een. Ik had ook zo'n Doubting Thomas in mijn hoofd. En dan steeds af en toe denk ik, oké, wacht even. Ik ga even checken of ik dit niet verzonnen heb. En dan deelde ik dat dus ook met de klant die op dat moment daar was. Waardoor ik dus elke keer die bevestiging kreeg. En jij vroeg net van, hoe ontstaat dat dan bij jou? Bij mij is het gegroeid omdat ik ook steeds meer zelfvertrouwen kreeg in datgene wat ik voelde, dat het klopte. Dat wat ik hoorde, dat het klopte. Vervolgens ging ik ook beelden zien als ik met mensen in gesprek was. Of ik ging me voorbereiden op een gesprek. Zei ik, joh, voordat we in dit gesprek stapten, zag ik dit en dit en dit. Wat zegt dat jou? Nou, daar komen er hele mooie reacties. Waardoor ik dus steeds beter ben gaan vertrouwen op dat wat ik voelde, wat ik hoorde, wat ik zag, dat het klopte. En de laatste tijd komt bij mij daar ook ruiken bij, want ik kom soms bij mij op de zolder. Ja, en dan ruik ik mijn overleden oma. Dat vind ik heel mooi en heel bijzonder, want die heeft zo'n heel oud geurtje. En mijn kat ligt heel vaak op de zolder. En die komt dan soms naar beneden. En mijn oma was echt gek op katten. En die komt dan soms beneden. En dan ruik ik gewoon haar geur. En dan zeg ik, oh, was oma weer even bij jou of zo op de zolder. Oma even, ja. En heel, zou je het geheel dan toch intuïtie noemen? Of is het meer dan dat? Ja, ik denk dat intuïtie de meest gangbare naam is hier. Waar we in Nederland lekker op gaan. Dat denk ik. Noem het zintuigen, weet je. Het zijn net als de zintuigen van het gewoon het fysieke voelen, het fysieke zien. Maar dan een laagje dieper. Ja, en ik kan me voorstellen inderdaad dat je dat, zoals jij het vertelt, dat je het kan ontwikkelen. Ja. Als je checkt, klopt dit? Ja. Je vertrouwen krijgt en dat je het dan kan ontwikkelen. Ja. Heb je dat ook al in je rouwverwerking praktijk destijds zo gedaan? Dat werd wel steeds meer. Dat begon daar. Want daar deed ik ook de opstellingen. Mm-hmm. En dan zag ik soms in opstellingen de overleden persoon doorkomen. Dus ik had dan echt een beeld voor ogen van een overleden moeder. Die letterlijk aan een touw stond te trekken. Dat ik ook tegen haar zei, wat is dit? En dat het voor die ander heel logisch was. Wat dat beeld bij haar opriep. Dus nou lijkt het net alsof ik alleen maar met overleden mensen communiceer, hoor. Maar dat was eigenlijk alleen in die opstelling heel erg voelbaar. Ja. En dat is alleen maar doorgegaan, want op een gegeven moment, ik werd aan alle kanten tegengewerkt in mijn bedrijf tot rouw- en verliesbegeleider. Omdat ik dacht, ik wilde met de gemeente samenwerken. En dat moest dan onder hele strikte voorwaarden met betalingsregelingen en uren en facturen. En dat ik dacht, oh nee. Ik wil dat niet. Dus het werd heel snel duidelijk. Tess, er mag iets anders gaan komen. En toen kwamen er eigenlijk ondernemers op mijn pad. Die voor zichzelf aan het beginnen waren. Al net begonnen waren. Die opstellingen wilden uitproberen. Die dat echt veel meer wilden gaan. Die daar meer antwoorden uit wilden halen. Dus toen noemde ik mezelf ook helemaal niet een business visionair. Nog helemaal niet. Maar het werd wel heel duidelijk dat daar heel veel knelpunten lagen. Waardoor ondernemers eigenlijk niet door konden groeien. Ja. Dus zo is zich dat eigenlijk steeds gaan evolueren. Van rouw en verlies naar ondernemers. Naar nu spiritueel business visionair. Ja. Het vloeit allemaal eigenlijk in elkaar over. Maar een van de eerste dingen waar ik wel mee begonnen was in mijn bedrijf. Was werken in 1-op-1 trajecten. Ja. En ik heb af en toe ook een kleinere groep gedaan. Maar dan nog was het niet massaal. Dus ik kon heel goed intunen op die energie. En wat er heel veel gebeurt is dat mensen die mij volgen, die haken aan op wat ik uitstraal. Op mijn post, op mijn energie, op wat ik... Jij moet lachen, dus jij ziet mij. En waarschijnlijk komt het overeen met hoe je me eerder gezien hebt. Ik probeer zo echt mogelijk over te komen. En waarom? Omdat de mensen die voelen dat ze iets met mij te doen hebben, aanhaken. En dat is eigenlijk vanaf het allerbegin al zo geweest, Iris. Dus ik heb vanaf het begin 1-op-1 trajecten gedaan. En in die 1-op-1 trajecten had ik altijd een raamwerk van het was een bepaalde duur, een aantal contactmomenten, een aantal 1-op-1 dagen. En dat was het. En de rest gingen we afstemmen met elkaar, gingen we downloaden. Ik kon aan het begin van het traject niet zeggen, over 5 maanden gaan we dit en dit en dit doen tijdens onze 1-op-1 dag. Dat ging niet. Hey, Tess, je noemt twee
actuele termen tussen aanhalingstekentjes. Oh. Afstemmen. Oh. En wat was die andere nou dat je zei? Nou, dat ben ik dan nu wel weer kwijt. Dat komt zo wel. Maar dat vind ik ook een mooie. Want als je het nou hebt over spiritualiteit. Meer duidelijk maken, praktisch maken. Oh, downloads, zei je. Dat vind ik ook altijd mooi. Ja. Wat is afstemmen en hoe doe je dat? En hoe krijg je je downloads binnen? Ik vind het ook fascinerend dat je mij dat zegt. Want voor mij zijn dit dus gewoon de normale termen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dus die gaan bij mij, die vliegen echt te pas en te onpas mijn mond uit. Ja, wat ook logisch is, hè? Ja, dus goed dat je dat even checkt. Voor mij zijn downloads echt ingevingen die ik doorkrijg. Mm. En dat kan op verwachte momenten zijn, wanneer ik echt even in stilte zit of ik zit te schrijven en ik vraag bewust, ik stel een vraag en ik kijk wat eruit rolt. Maar heel vaak komen ze ook op momenten dat ik bijvoorbeeld, bij mij ontstaan ze heel vaak zo rond 11:00 s'avonds. Als je denkt, ik ga lekker slapen. En dat je heel onrustig wordt van binnen en denkt, oh shit, ik moet er echt uit, want dit gaat hem niet meer worden. Dus dat ik dan stap je uit bed en dan... Inmiddels wel, want dan weet ik, ik moet gewoon naar beneden, ik moet een kop thee zetten, ik pak er even een kladblok bij. Ik ga gewoon even eerst wat vragen stellen. En meestal voel ik dan heel veel onrust en dan ga ik schrijven, oké, ik voel me onrustig, wat is er aan de hand? En dan, nou ja, wat er dan gebeurt als ik ga schrijven is, ik stel een vraag en mijn pen of mijn potlood gaat automatisch door in het antwoord. Komen we eigenlijk automatisch bij het stukje afstemmen. Want dat is eigenlijk, dan ga je voorbij aan je hoofd. En je laat gewoon je pen het werk doen. Dus het is afgestemd schrijven wat ik op dat moment dan doe. En tegelijkertijd... Vergelijkbaar met de masterclass die ik gedaan heb. Of is dat... Ja. Dat zou je ook afstemmen noemen. Ja, dat zou ik ook afstemmen noemen. Ja, ja. Okay. Want dat is wat je doet als je vragen stelt. Jij hebt bijvoorbeeld vragen gesteld aan je bedrijf in die masterclass. Maar je kan ook vragen stellen aan je hogere zelf. Je kan vragen stellen aan het universum, aan God, aan Source, hoe je het wil noemen. En je begint met een vraag en vervolgens gaat je pen het overnemen. En er zijn ook mensen die dit gewoon in hun hoofd kunnen doen. Dus dat je gewoon in je hoofd een gesprek kan hebben, waarbij je heel snel de antwoorden hoort. En kan je hiermee... Ik zou dan denken, ja, maar dan gaat je mind er weer tussen zitten. Dat wou ik niet. Als je een gesprek in je hoofd doet, dat... Tenminste, dat zou mij dan gebeuren, denk ik. Ik denk als je dit net gaat doen, dat het fijner is om het via schrijven te doen. Hmm. Maar als je dit vaker doet, dan merk je dat je het schrijven eigenlijk niet meer nodig hebt. En ik heb dus klanten bij wie ik echt gewoon een vraag stel. Oké, stem is af. En dan weten ze al, oké, ik zet even het knopje uit. Die Doubting Thomas, die gaat even in volume naar beneden. Dan stel ik de vraag. En dan komt er heel snel een antwoord. Dan komt er heel snel een antwoord op hun eigen vraag. Maar vaak vergeten we dat en blijven we zeg maar in een cirkel draaien en denken we, oh, we kunnen hem ook nog ergens anders stellen, die vraag. Ja, ja. Dan gaat het hoofd ertussen zitten. Ja, dus afstemmen en downloaden. Het downloaden, dat gebeurt bij mij heel vaak zonder dat ik het per se om gevraagd heb. Dan voel ik ineens, dat moet wat doorheen, daar komt wat uit. En het afstemmen, dat doe ik heel vaak heel bewust. Dus dat doe ik heel bewust met klanten in mijn 1-op-1 gesprekken. Dat doe ik ook voordat ik bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken inga. Dan ga ik afstemmen van oké, wie is deze persoon? Er is een vragenlijst. Wat voel ik al? Waar zit de groei? Waar zit de potentie? En ook waar zitten misschien wel de struggles? Die komen dan ook al vaak door. Ja. Dus dat doe ik eigenlijk veel meer bewuster. Wat heeft Tess vervolgens gedaan om haar eigen business verder op te bouwen? Niet in de zin van opleidingen of trainingen. Wel heeft ze gewerkt met business coaches. En we hebben het vervolgens over de verschuiving die we zien in de markt van business coaches die traditioneel vanuit strategie werken en die toch meer verschuiven naar intuïtie, waardoor er toch een markt ontstaat waarbij er veel meer een match gaat ontstaan tussen vraag en aanbod. Dat is ook de reden waarom ik juist met Tess in gesprek wilde. Omdat zij niet de standaard business coach is. Die met, geëikt. Wat werkt hoor, wat prima is. Maar met de geëikte funnels en weggevers en e-mailmarketing werken. En ja, die heel hard op de strategie en omzet zitten. En wat Tess doet met de spiritualiteit daaraan toevoegen en het afstemmen, maakt dat het veel dichter bij wat
past bij de ondernemer zelf. Daar dichterbij komt. En zij maakt hierin ook het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Laten we luisteren hoe zij dit uitlegt. Lichten, wat voor jou het verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke energie? Voor mij is mannelijke energie is echt de daadkracht, het durven doorpakken, het durven zichtbaar zijn en ook het echt het aanbod durven doen. Omdat je gewoon voelt, ja, en kan je gewoon goed helpen. Dus waarom zou ik je dit voorstel niet doen? Dus de marketing, de verkoop, dat stuk, daar heb je ook die mannelijke... Rationele? Wat zeg je? Rationele? Ja, soms ook. Om gewoon echt de strategie erachter te bedenken, de stappen te bedenken. En die heb je ook nodig. Maar wat je soms eerst wil, is eerst voelen. Oké, maar wat wil ik nou werkelijk? En ook, waar krijg ik energie van? Want je kan wel een aanbod verkopen waar je eigenlijk knetterhard geld mee verdient. Maar als daar een energielek zit, dus als je daar niet blij van wordt, dan gaat het op de langere termijn geen goed businessmodel worden. Dan ga je een bedrijf bouwen op mannelijke energie, terwijl je eigenlijk voelt, hij mag anders, er mag iets anders gaan bijkomen, ik mag een andere focus krijgen. Dus wat ik heel veel merk bij mijn klanten is dat het stukje afremmen en ruimte maken om te voelen en om dat afstemmen te doen, hè, en om die downloads te krijgen, dat kan alleen als je tijd en ruimte maakt. Als jij ramvol zit met klanten, als jij ramvol zit met dingen die je te doen hebt in je bedrijf, dan zijn de eerste dingen, is mijn ervaring, die dichtklappen, is onder andere in je luik naar boven. Dus je wil zoveel mogelijk prikkels elimineren, want anders trek je het niet. Waaronder dus ook de ingevingen van boven. Want als je die er ook nog bij krijgt, dan dender je zo het ravijn van de burn-out in, zeg maar, als ondernemer. Precies, ja. Dus heel vaak moet ik mijn klanten eerst afremmen en eerst tot rust laten komen. Oké, wacht even, stop. Welke, en dan voel ik ook echt mee met klanten. Van hier voelt het zwaar, hier voelt het licht. Dan gaan we het aanbod af. We gaan de prijzen af. En dan ga ik gewoon echt op basis van mijn helder weten, helder voelen, helder zien, zeggen van dit krijg ik door. Wat voel jij? Dus het is nooit van Tess zegt dit of dat. Dus ga je gang. Ja. Ik geef hem aan en jij gaat het voelen. En als jij het ook voelt, dan heb je daar een actie in te zetten. Want dan klopt het niet in je bedrijf. Dus zo maak je een bedrijf wat uiteindelijk wel past bij jou. Waardoor de energie wel volledig stroomt. En jij er ook energie van krijgt en aan overhoudt. Ja. Want je hebt er niks aan om een vette bankrekening te hebben en uiteindelijk geen energie meer te hebben aan het eind van de dag. Ja, hoe ziet een week van testen dan uit? Nou, op maandag heb ik bijvoorbeeld podcastinterviews. Goeiedag. dat is nu toevallig. We zijn nu op maandag. Ik heb al 2 kennismakingsgesprekken gehad. Ik heb deze week 2 live dagen met klanten. En dat zijn er wel veel. Normaal heb ik 1 live dag, eens in de... Live as dat ze echt naar jou toe komen. Ja. Dat heb ik inmiddels ook zo. Ja. Mensen komen gewoon naar Sjoes Vlaanderen toe. Als ze bij mij in een traject zitten. Ik las op jouw website dat iemand die zei, ik kan me niet schelen dat ik 3,5 uur moet rijden. Maar ik vind het te goed om niet live naar test te gaan. Ja, dat is echt magisch. Want als je een dag, dat mis ik ook. Dat vind ik ook wel een beetje in onze online bubbel. Iris, misschien herken je het ook wel. Dat bijna alles zijn groepsprogramma's. En bijna alles is in een groep. En je kan in een groep superveel leren. Maar ik vind het zo waardevol om 1-op-1 met mijn klanten een hele dag te werken. En eerst in de ochtend te voelen en te kijken. En het energiestuk op te pakken. En te kijken van, hé, waar heb je in jou nog werk te verrichten? Om vervolgens in de middag aan het bedrijf te kunnen werken. Daar hou ik van. Dat vind ik echt leuk om te doen. En dat is bijna niet meer. Nee, of je gaat weer in een retreat 5 dagen met een hoop andere mensen. Met een hoop andere mensen. Ja, precies. Of je hebt een live dag van een groepsprogramma. En die zijn ook waardevol. Maar soms wil je gewoon even 1-op-1 die tijd hebben. Ja. En op... ik snap het ook wel. In de fase van waarin jouw klanten zich bevinden. Dat dan die 1-op-1 diepgang ook nodig is. Juist. Als je met een hele groep kunnen wel eens praten over een e-mail funnel en andere dingen. Ja. En zichtbaarheid en social media. Daar hoef je niet helemaal diep voor te gaan misschien. Maar een van de dingen is dus wel dat mijn klanten gewoon een goed bedrijf hebben gebouwd. Meestal met behulp van die business coaches. Ja. En die dan eigenlijk voelen, ik wil dus nu aanhaken op het stuk spiritualiteit.
daar ook niet aan het begin staan. Want daar word ik ook moedeloos van. Als je echt nog geen flauw benul hebt van helder zien, helder horen, helder weten. Je hoeft van mij echt niet alles te kunnen. Maar wat ik leuk vind bij mijn klanten is dat ik eigenlijk gewoon even mag inpluggen. Bewust, geef allemaal toestemming, doe het niet onbewust. Maar even mag inpluggen en mag voelen, hoe werkt het voor jou? Dus niet voor mij, want hoe het voor mij werkt, werkt het voor mijn klanten echt allemaal anders. Maar dat ik echt voor mijn klanten mag inpluggen en kan voelen, oké, hier heb je je lijntje te versterken. Hier heb je wat meer aandacht voor te geven. En dat is voor klant A bijvoorbeeld meer rust pakken. Voor klant B is het bijvoorbeeld, je moet het lijntje met jouw gidsen versterken. En dat is voor klant B super logisch. Maar voor iedereen is het anders om weer veel meer vanuit die alignment je bedrijf te kunnen runnen. Ja, dus je hebt het ook eigenlijk altijd over klanten die iets met spiritualiteit hebben. Ja, en ze hoeven het niet allemaal per se in hun werk met hun klanten te doen, maar wel zelf. Ja. Maar ze hoeven niet allemaal spiritueel in hun business te hebben staan. Hoeft niet, nee. Maar ze moeten daar wel persoonlijk echt heel graag mee willen werken. En dat ook willen invoeren in hun bedrijf om de juiste stappen te kunnen zetten. Ja. Oké, dus dan heb je één of twee live dagen. En dan hebben we ook nog de Zoom calls door de week. Dus klanten kunnen bij mij ook gewoon gesprekken inplannen. En dat is ook allemaal online. Ja. Dus dat, het merendeel, los van die live dagen, is bijna allemaal online. Hey, en hoe laat je jezelf dan weer op? Natuur. Yeah. Ik vind het heerlijk om lekker te wandelen buiten. Stilte heb ik ook nodig. Echt bewust stilte. En ik hoef dan niet gelijk urenlang te mediteren. Want dan doen mijn benen het ook niet meer. Dat kan ik ook niet. Ik kan dat ook gewoon niet zo goed zo lang. Maar wel, ik moet wel stilte opzoeken. Want anders hoor ik dingen niet meer. Ja, dat is... Herken je dat? Als je gewoon te langzaam, ik noem dat als kip zonder kop doorgaat, omdat het even te druk is of even veel afspraken. Ja. Ik kan dan te lang doorgaan, tot ik ergens voel, nou word ik er gewoon niet meer blij van. Dan moet ik gewoon even iedereen buitensluiten, ga ik even op mijn zolder zitten en dan ga ik echt even stilte opzoeken. Ik heb heel veel me-time nodig. Ja. Als manifesting generator. Ja. Met een 2-4 profiel is dus de tegenstrijdigheden van de kluizenaar en de opportunist. En ik merk ook echt, ik kan heel lekker een bedrijf rondlopen en daar heel druk mee zijn. Maar ik merk dan ook wel heel gauw van, oké, dan moet ik even weer een paar uur bij mezelf zijn. Ja. En dat kan inderdaad zijn wandelen met de hond of lekker op mijn eigen werkplek boven bezig zijn met spelen. Ja. Spelen is ook heel belangrijk. Ja. Ik ben ook ik heb ook een 2 in mijn human design profiel. Dus ik ben ook een duizenaar. Ja. Ja, dus ik vind dat ook heerlijk. Ja. En dan 2-5 of? 2-6. Nee, 6-2. Sorry, andersom. 6-2, rolmodel. Ja, rolmodel kluizenaar. En de kluizenaar. Ja. Oké. Ja, en dan ben ik dus ook een manifester. En ik weet dat het niet per se de podcast is waar het over gaat. Maar ik kwam daar dus afgelopen jaar ook achter dat mijn energiebulkjes zijn 80% rust. En 20% echt boem, leveren of aanstaan. Yeah. En dat kan ik ook gewoon nu in mijn doordeweekse week, kan ik dat ook. Ik heb gewoon echt op één dag niet meer dan 2 of 3 calls. En dan is het ook echt genoeg. Dan is het goed, hè? Ja, snap ik. Je hebt ook nog een paar kinderen rondlopen. Ja, heb ik ook nog. Die heb ik ook nog. Die willen ook gewoon aandacht. Ja. Weet je, als je het hebt over rust pakken, dat moet je dan bijna organiseren. Mijn rust zit in mijn werkdagen. Dus als de kinderen naar de mezo zijn of naar school. Zeker, ja. Dus in het begin had ik daar echt wel moeite mee dat ik... 3 dagen voor mezelf werkte. En dat ik die 3 dagen niet vol had gestoken met allerlei dingen die ik voor mijn bedrijf dan zou moeten doen. Of met klanten zou moeten doen. Nee, tijdens die werkdagen lees ik. Tijdens die werkdagen kan ik gewoon 2 uur ook wandelen. Als ik het goed gepland heb. Het gebeurt niet altijd. Nee, snap ik. Ja, ik heb hetzelfde als Khalil bij ons is. Kijk, die is in principe van vrijdagmiddag tot maandagmorgen. Ja. Dus dan stel ik me daarop in. Dus dan ben ik door de week zorg ik dat ik wat meer mijn eigen rustmomenten heb. Maar het komt natuurlijk ook met vakanties en andere gelegenheden voor dat hij er wat langer is. Op dag 3-4 begin ik al een beetje soms een lontje te krijgen. En dan weet mijn man ook. En die zegt, je moet even volgens mij even wat me-time pakken nu. Ja. Dus ik, nu heb ik gewoon echt... Nu sta ik constant aan en
afgestemd, mooi woord, ja, op die kleine. Ja. En alles wat dat met zich meebrengt, en vriendjes en vriendinnetjes en weet ik het wat. Dus als ik dat leuk wil houden, dan moet ik inderdaad afstemmen ook op, en nu moet ik mijn rust pakken. Ja, en wat je kan proberen, is misschien ook leuk voordat hij komt, is wanneer kan ik alvast een momentje reserveren om mijn rust te pakken? Want dan ga je waarschijnlijk een dag doorkrijgen. En als je een dag doorkrijgt, kun je vragen, oké, wanneer op die dag? Ochtend, middag, avond? En dan weet jij dus bij voorbaat al wanneer je in je agenda even een soort van ruimte mag creëren. Zodat je je me-time goede tip. Ja, goede tip. Want als ik dat niet doe, dan laat ik het dus oplopen. En dan is dat lontje er. Maar ik heb dat lontje ook. Hè? Ik ben ook geen holy mother. Echt totaal niet. En dan pak je net dat rustmoment net iets te laat, bij wijze van spreken. En dat is het leuke met afstemmen, want het lijkt soms iets ongrijpbaars. Maar eigenlijk is het iets super praktisch. Dus het kan gaan over... ik zit even te denken, wat zou een heel praktisch voorbeeld kunnen zijn? Wanneer moet ik de boodschappen bestellen? Als je dat niet op een vaste dag zou doen. Er zijn mensen die dat op vaste dagen doen. Wanneer moet ik de boodschappen bestellen? Wanneer kan ik het beste mijn week voorbereiden? Er zijn mensen die doen dat lekker op maandagochtend. Er zijn er mensen die het op zaterdag of zondag doen. Dat is wel een goeie. Hoe ga je om dan met... We gaan even een zijpaadje in nu. Maar hoe ga je dan om... Want ik heb dan uitnodigingen. We hebben een feestje of we hebben een verjaardag. Eigenlijk vind ik het allemaal niks. Hè, bij ze spreken. Maar mijn conditionering zegt dan ja. En dan denk ik op de avond zelf, dan moet ik weer de deur uit. Of dan zit ik vanavond in een groep mensen. Ja. Of, hoe ga jij daarmee om dan, als kluizenaar? Ik ga bijna nergens naartoe. Oh, heerlijk. Dat klinkt zo goed. Ik word er dan bijna nooit meer gevraagd. Nee, ja, weet je, sinds wij verhuisd zijn van Deventer naar Zeeland. Oh, ik heb het antwoord. Je moet gewoon in Zeeland. Je moet gewoon verhuizen, zodat mensen je niet meer gaan vragen. Dat moet je doen. En het is hier hartstikke fijn, dus kom lekker naar Zeeland. Een goede oplossing. Hele vriendengroep zat in Deventer. En dat verwatert ook op een gegeven moment. Nee, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te gaan. En als ik ga, dan heb ik er of zin in, of dan voel ik echt wel dat daar een soort van echt verplichting zit. Maar zelfs met familieetentjes en zo, als ik echt denk, nee, ik heb er echt geen zin in. Dan zeg ik het ook gewoon. Dan zeg ik gewoon, ik kom niet. Ik trek het niet. Nee. En dat is oké. En als ik wel ga, dan zorg ik dat ik de dag daarna echt ruimte heb. Precies, maar gaan de kinderen wat meer op de iPad? Nou, vinden ze echt niet erg, kan ik je vertellen. Nee. Dat vindt mijn moederlijke ego die denkt, je moet echt veel meer ondernemen. Nou, soms is het gewoon niet anders. Maar vandaag niet. Nee, dat klopt. Nee, dat kan ik inmiddels al wel inderdaad. Als ik dan denk, het gaat gewoon qua energie niet zoals ik wil. Dan zeg ik, weet je wat jij doet? Ga even lekker een filmpje kijken. Ja, precies. En vroeger, jaren geleden in het begin, ging ik om 5:00 middags nog knutselen met 3 kinderen, weet je wel. En dat heb ik ook wel geleerd. Dat is echt heel slechte timing. Voor iedereen hoor, niet alleen voor mij. Nee. Vind ik heel respectvol trouwens dat je dat gedaan hebt. Ja, ik heb het geprobeerd. Doe het niet meer hoor. Wat ik ook lekker vind om te doen, is dat ik, dat deed ik ook nog niet zo lang, want daar vond ik ook heel lang een soort van conditionering op zitten, is dat ik overdag gewoon even een uurtje in bed ging liggen. Gewoon door de week. En dan zijn we zo geconditioneerd. We moeten werken van 9 tot 5. Je moet gewoon constant aanstaan. Nou, hallo, ik kan dat echt niet. Ik snap niet hoe ik het daarvoor überhaupt 10 jaar kon. Nou, dat is inderdaad gewoon de regel die we voorgeschreven hebben gekregen. Gelukkig zie je nu echt wel een tegenbeweging ontstaan. Wat ook wel weer tot discussie leidt. Want er zijn steeds meer mensen die met 20, 25 uur een fulltime salaris willen verdienen. Maar we hebben nu tekort aan mensen om ons systeem draaiende te houden. Weet je wat? Dat is ook nog wel schrijnend. We kunnen niet allemaal in Portugal in een tiny house online werken. Want dan redden we het als maatschappij niet. Nee. Dus het systeem heeft ons wel heel erg vastgezet. Ja. Over dat gesproken, want ik ga niet daar nog een heel zijpad in, maar is dat iets wat jij ook voelt? De transformatie waar we in zitten, die
Ik heb gewoon echt nu al 2 weken... Zwaarte? Ja. Yeah. En ik weet nu waar het door komt. En ik ga denk ik ook wel... Hè, dat komt ook wel goed. Het lijkt er niet onder. Maar wel de ene keer... Ja, en dan denk ik... Ik heb me nog nooit zo druk gemaakt om de toestand van de wereld. Ook als de laatste tijd. Dus ja, dan is het ook misschien niet zo gek. Maar voel jij dat ook? Ja, ik voel de zwaarte zeker. Maar ik zoek het ook niet op. Dus ik kijk geen televisie. Mm. Ik kijk... Ik kijk wel eens televisie, maar ik kijk geen nieuws. Nee. Ik lees geen krant. Het enige waarin ik het echt voel en ik merk het gelijk is als ik in de sportschool ben. Daar staat een zuil voor ons met van die televisieschermpjes. Yeah. Ik doe zo'n cirkel. Dus je gaat dan om die zuil heen met allerlei apparaten. Ja. En daar komt dan nieuws en er komen soms zulke nieuwsberichten dat ik echt aan mijn systeem merk van ik kijk al zo lang geen nieuws meer. Dat ik soms echt vergeet om te sporten. Dus dat mijn hele lichaam stilvalt. En dat ik dan denk, jezus, wat gaat die fiets traag? Dan denk ik, oh wacht, ik ben gestopt. Omdat ik gewoon helemaal gefascineerd ben door dat nieuws. En dat ik dan voel... Dus ik probeer dat zoveel mogelijk los te laten. Want ik weet dat alles wat er gebeurt, uiteindelijk... Alles gaat mee in de hele shift waar we in zitten. En er zijn mensen die dit nog niet helemaal kunnen doen. Enorme shift. Nee. Mijn man zegt dan, de snow globe is shaking. Hou je maar vast, enjoy the ride, want we gaan met z'n allen naar beneden. We moeten toch. Er gaat het een en ander, het moet het een en ander gebeuren. Nou wil ik niet sombermans doen, maar je hebt gelijk. Ik heb 4 jaar geleden besloten geen nieuws te kijken, geen kranten te lezen. En sinds een aantal weken ben ik het gaan doen en ik voel meteen die zwaarte. Dus ik ga het ook niet meer doen. Ik heb die app alweer van mijn telefoon gegooid. En tv kijken we niet. Ja, Netflix, maar geen reguliere tv. Dat is voor mij dan blijkbaar ook toch de oplossing. Wat fijn dat je dan eigenlijk nu gelijk voelt dat daar een link in zit. Want ik merk dat dus zelf ook. En ik merk het bij mijn vriend ook. Als hij te veel nieuws kijkt. Nou, dan denk ik echt, joh, stop ermee. Ja, dat kan ik dan zeggen. En dat, dan, daar is hij dan nog helemaal niet aan toe. Komt wel. Dat is meestal een week later dat hij dan denkt, ik ben ermee gestopt. Maar dan merk je dus dat je die zwaarte pakt. Want als je alles opzuigt wat je om je heen ziet. En als jij ook gevoelig bent voor sfeer en voor energie. Dan ga je het voelen. Ja. En dan lijkt het alsof het van jou is. En dat is het niet. Ja, nee. En dat is ook wel iets als je het nou hebt over spirituele ontwikkeling. Ja. Dat zijn dus dingen die je kan leren. Hè? Wat ik geleerd heb in dit geval is energie van anderen te onderscheiden van mijn eigen energie. Bubbels te maken als ik naar mensen heen ga die energie kosten. Ja. Dat is ook een stuk spirituele ontwikkeling. Ja. Wat ook heel erg helpt in je toch maar staande houden in de situatie waar we nu in zitten. Hè? Als mensheid. Ja. 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 Heeft jouw partner ook iets met spiritualiteit? Nee. Nou, ik zou niet zeggen dat hij er niks mee heeft. Vroeger had hij er niks mee. Nou ziet hij wat het voor mij betekent. En dat vindt hij echt oké. Hij maakt ook niet langer meer grapjes over wat het voor mij betekent. Dat was in de beginfase nog wel eens zo. Dat doet hij ook niet meer. Ik voel van alles bij hem. Moet ik ook niet te vaak delen. Want dan, ik voel gewoon op zijn tijd komt dat wel. Wanneer hij dat wil zien en wil ontwikkelen. Want iedereen kan dit soort dingen ontwikkelen. En hij ook. Maar hij is eigenlijk gewoon helemaal oké met wat ik doe. En doet gewoon zijn eigen ding. Yeah. Ja, en dat is fijn. Want ik heb ook gewoon de ruimte en de vrijheid nodig. Ik hoef ook niet iedereen overal van op de hoogte te houden. Ik mag gewoon lekker mijn plan trekken. En dat geeft me wel de vrijheid die ik nodig heb om gewoon echt mezelf ook te kunnen zijn en te kunnen delen. Ja. En jij dan? Ja, jullie zitten echt heel erg op één lijn, hè? Ja, heel erg. Ja, wij zijn... ik heb eigenlijk... ik vind dat lastig om te in termen te praten van spiritualiteit. Maar ik heb spiritualiteit van mijn man geleerd. Ja. Die is heel spiritueel. En dan niet in van mediteren en dat soort dingen, maar wel over energie en energiestappen. Ook, ik denk dat hij veel meer als spiritueel is op macro niveau, meso niveau. Mm. Hij is veel meer bezig met de wereld en een grotere geheel. Ook multidimensions, dat soort dingen.
En ik heb, ben nog meer op micro. Ja, mijn, micro niveau plus zo'n beetje. Ja, de podcast heeft me natuurlijk heel erg geholpen in mijn spirituele ontwikkeling. En ik denk niet zo hard werken me nog meer heeft geholpen in mijn spirituele ontwikkeling. Mm. Hè? Dus, en wat ik net zei, gewoon bewust tijd nemen, de natuur in. En wel af en toe schrijven. Ja. Maar ook ik heb ook van alles geprobeerd. Kaartjes trekken, Nederland, weet je wel. Boeken lezen. Maar wij delen dat wel samen. En hij is ook een manifesting generator, wat super handig is. Dus we kennen elkaar, we kennen elkaars valkuilen. Ja. Als ik tegen hem roep, joh, dit is je 80ste project, dan praat ik eigenlijk tegen mezelf. Hè? Dan denk ik, Iris, jij bent precies hetzelfde. Misschien moet je ook eens een keuze maken. Eigenlijk kun je elkaar geen verwijten meer maken, want je geeft jezelf helemaal niet. Ja. Nee, wij zijn tweelingzielen en dat maakt het leven heel makkelijk. Wat fijn. In relationeel opzicht, dat is wel een versmelting bijna. Heel bijzonder. Ja. En dat maakt ook wel, dan zeg je ook iets. Hè? Vroeger dacht ik ook wel gelul, joh, weet je. Ik was ook wel heel mannelijk, energieratio. Vele mannenbedrijven gewerkt. Ja. En nu denk ik dan, wat zeg ik nu? Ik zeg nu, wij zijn tweelingzielen. Nou, dan ben ik me daar natuurlijk in gaan verdiepen. Ja. Om dan te bedenken en ontdekken. Ja, wat is dat dan? Is het dan, geloof ik daar dan in of niet? Is het een geloof? Nee, het is veel meer een voelen en een weten. Juist. Dat het zo is. En we krijgen zoveel feedback van anderen dat het bijna niet te ontkennen is. En mensen zien het aan ons. Dus daar ben ik het meest dankbare voor in mijn hele leven. Dat is een groot goed als je dat vindt. Zo mooi. Dat gun ik iedereen. Ik vind het ook mooi wat jij zegt, Iris. Ja. Want jij zegt het is een soort weten. Dat is dat innerlijke weten, hè, waar we het net ook over hebben. Dat zijn van die dingen waar je eerst een soort van wantrouwig naar bent. Van, zou het echt? Kan dit echt? Bestaat heb dit? Heb ik dit wel goed? Verzin ik dit niet? Tot je op een gegeven moment voelt, nee, het klopt echt. Of je bevestiging krijgt, of van binnenuit, of van buitenaf. Misschien krijg je de bevestiging wel van iemand die een reading of wat dan ook bij je doet. Of dat je het van vrienden of familie ineens terugziet. Waardoor je innerlijk weten eigenlijk ook gewoon akkoord bevonden wordt. Van, hey, je hebt het wel goed gezien. Ja, ik heb er wel een heel kort mooi verhaal bij. Dit is de state of being van ons. En ik ben bevriend met iemand op Facebook. Gewoon een keer geaccepteerd. Ik weet niet wie het is, zeg maar zo. Dat gebeurt wel eens. En ik doe nu helemaal niks meer met Facebook. Maar iemand hier uit het dorp. Mijn man en ik komen uit de intratuin, plantjes gekocht, whatever, weet ik, komen eruit en zij ziet ons. Ja. Ik krijg een bericht van haar via Facebook en ze zegt, joh Iris, ik weet niet meer hoe wij bevriend zijn geraakt op Facebook, misschien weet jij het ook niet meer, maar ik heb het universum onlangs gevraagd, zou je me alsjeblieft een teken kunnen geven dat echte tweelingzielen energie bestaat? Omdat zij daar zo naar verlangt. En ze zegt, ik vraag het, ik rijd intratuinterrein op. En ik zie jou en je man naar buiten komen. En ik denk, dat is het antwoord. Het bestaat. Zo vies. En ik word er nog echt emotioneel van. Want we kennen elkaar helemaal niet. En inmiddels wel, hè. Want we hebben natuurlijk onmiddellijk afgesproken. En dus inmiddels delen we meer met elkaar. Maar dat ik dacht van, maar wat mooi als wij dat dan aan een ander kunnen laten zien. Ja. Dat het bestaat. En jij dus via haar eigenlijk ook weer een soort de bevestiging krijgt. De bevestiging, het bestaat dat wij dus die tweelingzielen zijn die ik van binnen al wist en voelde. Dus dat is wat, je geeft elkaar dus eigenlijk het grootste cadeau. Zij dat jullie de bevestiging zijn en haar opmerking naar jou, dat jij het ook goed gevoeld hebt. Dat was echt zo'n magisch moment. Zo mooi. Hey, even terug naar de business, hè. Waar sta je nu en wat zijn jouw verlangens? Oh, wat een mooie vraag. En je stelt hem ook eigenlijk net op het moment dat ik in een soort van, ik noem het altijd de fertile void, dus de vruchtbare leegte zit.
Dit wordt eigenlijk niet opgenomen op video. Maar wat ik de afgelopen periode heb gedaan met mijn bedrijf is eigenlijk, als je een zandloper voorstelt, heb je aan de bovenkant deze driehoek, hè, dus dat aan de bovenkant breed en dan smal. Waar ik heel erg naartoe ben gegaan afgelopen tijd is echt focussen op die specifieke groep ondernemers die echt verder zijn met hun bedrijf en de spiritualiteit met hun bedrijf willen verbinden, met zichzelf willen verbinden. Waardoor ik eigenlijk naar die smalle hals ben gegaan in die zandloper. Waarbij ik nu de laatste tijd voel van ik mag weer ook kijken wat er bij mij past om iets meer die breedte in te gaan. Zodat ik ook meer mensen kan aanraken, mag aanraken. Daarom vind ik ook deze podcast-uitnodiging heel tof. Omdat er iets verspreid mag worden, waardoor mensen een groter bewustzijn gaan creëren met z'n allen. En ik heb daar nog niet het antwoord op, Iris. Maar mijn... Oh, oké. Okay. Ik zit helemaal vol verwachting. Ja, vol verwachting. Zo ben ik ook nog steeds vol verwachting. Ja. Ik ben nog ingeboren. Maar naast die één op één, ik voel dat er een vorm aankomt. Daar verlangt mijn ziel ook letterlijk naar. Want ik heb de afgelopen, dat weet jij natuurlijk, de afgelopen 3 weken heb ik die Expansion Joyride gedaan. Dat we 3 keer op maandag gewoon een online sessie gingen doen, waarin we gingen spelen met lichttaal, met energie, aantrekken wat we eigenlijk ten diepste willen. En ik vond dat zo leuk om een grotere groep daarin te begeleiden. En ook te voelen van, hé, ik kan dus ook gewoon grotere groepen begeleiden. Uiteraard zoom je dan niet 1-op-1 in, wat ik dus heel graag doe. Maar los daarvan creëerde het al zo'n verschil in die groep, voor de mensen die in die groep zaten. Ja, mijn ziel verlangt ernaar dat er ook iets weer, iets breders mag komen. Is er nog niet. Op dit moment is het vooral alleen 1-op-1. En is het uiteraard mijn podcast, de interviews waar ik, nou deze bijvoorbeeld, de podcast interviews waar ik voor uitgenodigd word. Om die boodschap te verspreiden dat er echt meer is dan enkel en alleen business te doen via de business coaching manier. Dat je echt wanneer je spiritualiteit, die connectie met spirit zoals ik het noem, kan versterken. Dan wordt het zoveel leuker en dan ga je ook zoveel meer de impact en het verschil maken wat je wil maken. Hey, hoe kom je dan op je antwoord? Net, want we hadden het net al heel even kort over de masterclass die ik gedaan heb. Ik kan misschien wel iets over vertellen. Ja. Want dat was dat duurde een uur. Je kan daarna natuurlijk zo lang maken met schrijven als je wil. Hè? Maar ik heb hem redelijk rond dat uur gebleven volgens mij. Waarbij je mij meenam in een hele diepe meditatie eerst. Of tenminste, voor mij was hij diep, ervaarde ik het. En daarna kwamen er heel veel vragen. Hè? Dat was dat schrijven waar we het al eerder over hadden. Wat mij heel veel informatie heeft gebracht. Een hele goede oefening, noem ik maar even. Ga je dat dan nou met jezelf doen? Om dat antwoord te krijgen op het onderste deel van je zandloper? Ja, zeker. Ik ga dus in gesprek met mijn bedrijf. En ik doe dat meerdere keren per week. Meerdere keren per week ga ik in gesprek om het steeds helderder te krijgen. En ik weet dat er ergens in de komende periode, en dat kan weken zijn, dat kan maanden zijn. Maar ik weet... dan komen we weer op dat human design van de manifester. Er komt op een gegeven moment weer een urge. Weer een... het is echt gewoon Een aandrang. Een brandend verlangen waarvan mijn hoofd misschien van alles vindt. Maar waarvan ik weet, ik moet het volgen. En dan rolt die golf eruit. Dus ik doe nu het voorwerk. Het masseren, het voorwerk ben ik aan het doen. En ook gewoon, weet je, soms zit je in die leegte. Dat je wel voelt van, er komt iets aan, maar het is er nog niet. En dat is die blijde verwachting die je ook kan hebben. Dat als je zwanger bent, dan weet je, als dat kind er nu uitkomt, dat willen we nog niet. Dat moet echt 9 maanden duren voordat het echt oké is. Dan kun je echt in blijde verwachting zijn voor hetgene wat gaat komen. Dus ik probeer dat proces ook niet te forceren, want dat helpt niet. Maar om in die blijde verwachting te blijven van, ik ben heel benieuwd wat hier straks uit gaat rollen. Tot die tijd ben ik echt mega content met gewoon mijn 1-op-1 aanbod voor die ondernemers die instappen. En daarna zie ik wel weer waar die urge, waar die bevalling mij weer toe leidt. Ja, kijken wat daar uit gaat komen. Ja. Nou, het is wel al knap dat je zegt, ik probeer in blijde verwachting te blijven of te zijn. Waardoor je het er al ruimte geeft. Hè? Natuurlijk, tegengestelde beweging is, oh, ik ben ongeduldig en ik wil het weten. Dat is een beetje mijn modus operandus geweest. Van, ik wil nou weten wat er gaat. En van heel veel mensen. Van mij soms ook. Soms word ik ook gek van het niet weten. En dan denk ik, kom op, geef het me gewoon. Ja, dan is het gewoon nog niet de tijd.
Nee, en dan precies. kunnen we dus in de valkuil stappen van... Oké, wat zijn allerlei verdienmodellen om toch met een groep te gaan werken? En zal ik dan een online training maken, zodat heel veel mensen daar kunnen instappen? Yeah. Of zal ik dan toch een groepsprogramma doen? En ik sluit het allemaal niet uit. Maar dat ga ik pas besluiten als ik echt voel, dit mag het worden. Maar vanuit je hoofd en vanuit het bedenken... kun je allerlei verdienmodellen en constructen bedenken die logisch zouden zijn... die niet vruchtbaar gaan worden, omdat je het dus nu gaat forceren... zonder dat je weet of dit het echt mag worden. Ja, en omdat het dan uiteindelijk alleen maar mind is... en niet je connectie ook daarnaast is met het verlangen... je zielsverlangen, je spiritualiteit, et cetera. Ja, mooi. Hey, is dit een luxe beroep? Denk ik dan. Is dit een luxe dat wij dit allemaal zo mogen doen? Of? Ja, nou... Ik ben wel heel blij dat ik dit niet meer in loondienst hoef te doen, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik vind het heel luxe dat ik mijn eigen bedrijf heb kunnen creëren met de werkmanieren die voor mij echt heel fijn werken. Dus dat het niet op een vaste manier hoeft. Ik ben ook heel blij dat ik in Nederland woon en dat ik niet in een of ander ontwikkelingsgebied woon, waarin ik de kansen waarschijnlijk niet had gehad om dit zomaar neer te kunnen zetten. Dus ja, in die zin is het zeker luxe. En tegelijkertijd, Iris, denk ik dat we echt in een tijd wonen waarin we bewust allemaal gekomen zijn. We zijn bewust gekomen om hier linksom of rechtsom iets over te leren, iets in te voelen en ook iets in te betekenen. En dat die nieuwe tijd waar iedereen het over heeft, de nieuwe aarde, de nieuwe tijd, nieuwe tijdskinderen, dat we niet voor niks hier zijn. Dus het is luxe, maar het is ook nodig. Wij zijn al ruim over het uur heen. Wat wil je nog kwijt, Tess? Ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap, als ik even intune op jouw luisteraars, is als het gaat over spiritualiteit, dat iedereen het kan, dat het voor iedereen weggelegd is en dat de belangrijkste stappen zijn dat je gaat geloven wat je voelt, dat je gaat vertrouwen wat je voelt en dat je de ingevingen die je krijgt of de ideeën die je ineens doorkrijgt, dat als je die gaat volgen... Dus als je die actie durft te ondernemen, dat je dan pas gaat zien dat je het daadwerkelijk kunt vertrouwen. Omdat zich het dan mag gaan laten zien wat daar vervolgens uit voort kan komen. Dus als het gaat over spiritualiteit meer toelaten, dan gaat het over die ingevingen durven volgen. En echt durven kijken van, wat gaat hieruit ontstaan? En dat kan ook als je geen bedrijf hebt. Want ik weet dat jouw luisteraars niet allemaal ondernemers zijn. Dit kan ook heel prima als je dus gewoon in loondienst bent. Maar je krijgt een ingeving, je krijgt een idee. Volg het. En kijk wat er gaat gebeuren. Want dan krijg je die bevestiging dat wat je ziet, wat je voelt, wat je gehoord hebt. Je bent niet gek. Dan krijg je die bevestiging. En hoe vaker je het gaat vertrouwen, hoe groter het zich zal gaan ontwikkelen. Hoe scherper je afgestemd raakt. Hoe zuiverder je wordt. Ja, helemaal dat gun ik jullie allemaal. Gun ik alle luisteraars van de podcast. Dus ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Ja. Ja, dankjewel. Mooi. Mooi gesprek. Nog even, waar kunnen mensen jou vinden? Ik ben vooral zichtbaar op Instagram en op LinkedIn. Dus als je daar mijn naam in doet, kom je vanzelf op mijn profiel terecht. Ik heb een eigen podcast, Tess Vliers podcast. Dus als je dat intikt, kom je daar ook gewoon automatisch. Kom je er zeker? Kom je daar ook gewoon op terecht. Op dit moment dat wij het nu opnemen, heb ik even een pauze. Maar er staan volgens mij iets van 160 afleveringen klaar. Ja, zeker. Dus mensen kunnen hun lol op. En ik ga ook weer beginnen binnenkort. Dus als ze meer willen weten over spiritualiteit en spiritualiteit. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering met Tess Vliers. Heb je nu een idee voor iemand die nog zou passen in deze serie